De opknapbeurt van de nieuwe locatie van de Nationale Volksmuziekschool, NVMS, is bijkans afgerond. Op dit moment wordt het laatste gebouw waarin de administratie is ondergebracht geschilderd. De school is onlangs verhuisd van de Henk Aronstraat naar het voormalig complex van Stichting Prasoro te Zorg en Hoop. De NVMS kon namelijk de huur aan het RK-bisdom niet meer betalen en moest noodgedwongen verhuizen. Marisa Pieplenbos, directrice van de school, zegt dat de verhuizing niet mogelijk zou zijn zonder hulp vanuit de gemeenschap. Volgens haar heeft met name het Nationaal Leger een grote bijdrage geleverd. Het Nationaal Leger heeft ons echt 4 dagen met manschappen en grote trucks helpen verhuizen. Want je kan je voorstellen, een muziekschool waar 7 piano's van de eerste etage naar beneden moeten, door het gebouw, op straat, in een hoge buurt. Dat je daar sterke mannen voor nodig hebt in dit geval. Dat heeft het leger gedaan, heeft ons geholpen. Wij hebben het georganiseerd zodanig dat we het makkelijk ook weer konden oppakken als alles hier stond. En het leger heeft ons geholpen om het gebouw te schilderen binnen, in no time, want we moesten echt verhuizen. Dus binnen een week was alles binnen geschilderd. Toen kwamen we bij een bevriend bedrijf, VSH, en die zei van, oh, we hebben nog vloerbedekking. Dus we konden wat vloerbedekking cadeau krijgen. Nou, zo ging het maar door. En ik denk ook dat het komt omdat we als NVMS altijd tegemoet komen naar anderen toe, andere instanties, als we kunnen helpen. En andere, en personen ook, als we kunnen helpen, dat we daar een bijdrage aan doen. Zo, we krijgen nu terug wat we geïnvesteerd hebben in al die jaren. En daar ben ik persoonlijk en mijn hele team en ook het bestuur heel dankbaar voor, dat we zoveel hulp hebben gehad bij deze gigantische onderneming. Want dat is... Pieplenbos zegt dat de lessen normaal zijn gestart op 1 oktober. Opvallend is het grote aantal aanmeldingen vanuit de nieuwe omgeving. Volgens de directrice gaat de NVMS vanaf nu met nieuwe inzichten aan de slag. We gaan nu bijvoorbeeld lesgeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Ik wil niet zeggen spelenderwijs, want ze leren dezelfde dingen die je op een oudere leeftijd leert, maar wel op een spelende manier. En vroeger begonnen we met 5 jaar. Het is fijn om muzikaal te zijn. Nu beginnen we met 4 jaar. Dus dat is een nieuwe stap die we hebben gemaakt. En we hebben ook nieuwe jonge docenten binnengehaald die anders denken, anders lesgeven. En op een andere manier, omdat ze dat zo hebben geleerd, toch? De oudere docenten. Zijn ook, vorig jaar hebben ze ook een refresher gehad. We hebben iemand uit België gehad van het Youth Orchestra of the Americas die les heeft gegeven. En op andere manier kun je les geven dan wat je nu gewend bent. Vroeger kon je alleen maar 1 oktober beginnen met les. Nu niet meer. Wanneer je komt, tot en met december in elk geval, kun je instappen. De procedure is nu zo, je komt voor een gesprekje met een docent en die zegt van, hé, is dit een goede keuze die je hebt gemaakt? Wil je wel piano spelen? Of heb je gezien dat we ook saxofoonles geven? Dus dat gesprek is er eerst. Het is veel meer persoonlijk, veel meer individueel gericht geworden dan het was. Aldus Marisa Pieplenbos, directrice van de Nationale Volksmuziekschool. Ze zegt dat de nieuwe locatie van de school binnen niet al te lange tijd helemaal af is.